Thank you.
Bedankt ook voor jullie komst. Nou, net wat ik al zei, er waren een paar teams niet gekomen. Ja, nogals mooi om te zien dat we in die halve competitie dan nog fanatieke teams hebben en dat iedereen er gewoon vol voor gaat. Ik had ook niet anders verwacht. Voordat we naar die prijsuitreiking gaan, wil ik eerst twee mensen bedanken die de wedstrijden gewoon in goede banen hebben geleid. Dat zijn ook mijn vaste scheidsrechters, maar ik wil ze toch weer bedanken. Mag ik een applaus voor de scheidsrechter? Hey, ja. Dankjewel. Dankjewel. Goed plan. Het ging niet helemaal zoals twee pools. Wie wordt nou tweede, wie wordt derde en wie wordt eerste? De derde plaats die is gegaan naar Zevenaar. Mag ik de aanvoerder van Zevenaar? Graag bedanken, Benjamin, voor de organisatatie. Ja, dat ging eigenlijk om de tweede. Inderdaad, om de tweede plaats, dat was de wedstrijd tussen Turkiumspoor en Zwolle. Maar goed, Turkiumspoor is al vandoor en die heeft de tweede prijs al meegenomen. Dus dan blijven er nog twee prijzen over. Drie prijzen, maar ik heb even gepeld links en rechts. Ik zag wel meerdere spelers, meerdere keepers. Maar de beste keeper, die kwam toch wel met één naam, die werd veelvuldig genoemd. En dat is, zoals ze hem noemen, Mooi Boy. Oh. Ah, keeper, zoiets. De keeper van Almelo. Zie je volgende week weer. Ja, hij pakte toch net wat ballen meer als sommige andere keepers, maar goed. Beste speler. De beste speler, daar kunnen we eigenlijk wel kort over zijn. Ik kwam toch uit het team van de winnaar eigenlijk. En dat was het team 053. Alleen dan is het de vraag van wie, hè? Kiezen. Ja, ze speelden als team goed, maar er was er wel één die, die stak er toch net iets bovenuit. En dat is Marco Aydin. Kop en schouder stak om stak er gewoon uit. Alle wedstrijden gewonnen. Opa Aydin, mag we nog pakken nemen. Dankjewel, jongens.